moestuinvrienden. We zijn begin april en alles is aan het losbarsten in de moestuin. En vandaag ga ik een aantal teelten opvolgen waar ik het al eerder in mijn video's over gehad heb. Ik ga enerzijds mijn gezaaide, voorgezaaide uien uitplanten hier in het tunneltje. En ik zal anderzijds ook mijn aardappelen planten in volle grond. Als grondvoorbereiding heb ik wat compost toegevoegd aan de grond en wat vinascali korrels. Kali korrels is heel goed voor je knolgewassen en ik heb zo'n 50 gram toegevoegd per vierkante meter. En daarin ga ik nu planten. Zo, we gaan eraan beginnen. Ik zal voor ieder potje met een schopje een beetje de aarde losmaken. Je schuift het een beetje opzij. Hij positioneert je. Ze zijn heel droog, deze uien. Je positioneert het schopje ernaast. Je trekt het schopje weg en de aarde die je aan de zijkant geduwd hebt, kun je dan eigenlijk gewoon weer rond de originele plant gaan doen. Ik had eigenlijk beter deze gedaan, zodat ik nu niet meer hier moet voorbij komen. Er is ook een worm een beetje verstoord. Ik ga het tweede potje doen en dan ga ik in een versnelde video de rest doen. Dus je stopt je schopje diep genoeg, ongeveer de diepte van het potje. Je maakt het een beetje los en je trekt het terug en je steekt. Dus je trekt het schopje terug naar jou en je steekt het een beetje vast weer in de grond. En dan nemen we onze tweede ei. Zo, met al een zeer groot wortelgestel. Je plaatst het in het gat, je trekt je schopje weg en dan kun je het eigenlijk, de aarde die je aan de kant deed, terugplaatsen. Zo, dat ga ik nu doen voor de rest van de uien en hopelijk is dit een succesvolle teelt. Zo, en dan zal ik nu de laatste gaan planten. Ik ga nog één keer herhalen. De spade er in de diepte van het potje. Een beetje loswikkelen, achteruit trekken. Het schopje weer vastzetten. Omdraaien. Dan heb je het mooie wortelgestel. Omkeren. Spade los. En de aarde mooi weer rond de plant. En hem eens goed aandrukken. Je hand rond de blaadjes. En met je vingers naar beneden duwen. Tegen de grond. En zo heb ik hier nu een heel aantal uien geplant in de serre. Hopelijk worden er halve kilo tot kilo uien uit de grond gehaald. Maar dat zullen we pas weten in juli.